Welkom bij iFight. Ik ben in Utrecht. Ik ben bij Michel. Michel, wat voor sport beoefen jij? Shaolin Kempo. Ja, onze school heet Shaolin Kempo School Qianlong. Of Qianlong, moet je eigenlijk zeggen, uitspreken. 1000 draken. En dat is ook een beetje onze ambitie. We willen 1000 draken opleiden. En een draak staat een beetje voor het uiterst haalbare, zeg maar, het hoogst haalbare binnen onze wegsport. In jullie sport zie ik elementen van dieren terugkomen. Hoe zit dat? Ja, klopt. Onze sport, je kent ook de namen draak, long in het Chinees. Lung moet je eigenlijk uitspreken. Er zijn 5 standaard dierstijlen die wij gebruiken. De slang, de kraanvogel, de tijger, de panter en de draak. Iedereen heeft zijn eigen manier van bewegen. Waarbij de draak zeg maar, eigenlijk alle dierstijlen in één zeg maar, is. Het is ook een mythologische figuur. Hij is overal en nergens. Nou, ja. Het is het hoogst haalbare. Vandaar dat we ook zeggen van 1000 draken, het hoogst haalbare, 1000 zwarte banders die we in de korte tijd, een aantal jaren willen opleiden. Ja, ja. Wanneer ben jij begonnen met martial arts of vechtsport en waarom? Ik was 15 toen ik begon en daarvoor heb ik gehockeyd, dus het is een hele overstap geweest. Ik vond hockey niet meer leuk, het was geen leuke groep, dus ik zocht iets anders. Een vriend van mij zat erop, dus ik mee gaan doen. En blijven hangen. En er zit zoveel in die sport dat je er nog jaren mee vooruit kan. Dus het is ja. En hoe oud is deze dojo? Deze dojo, wij trainen hier zelf een jaar, maar onze school is 3 jaar oud. Ik heb hiervoor bij mijn leraar getraind, ook in Utrecht, Shaolin Chungfa. En we zijn 3 jaar geleden zelf gestart met een groep. Met succes. 60 deelnemers, dat mogen niet klagen. Hoe komen jullie aan zoveel deelnemers in korte tijd? Ik denk dat onze website goed te vinden is. Als je Kempo en Utrecht intoetst of Kung Fu en Utrecht, dan staan we redelijk bovenaan in Google. Hè. Wat is de filosofie achter Kempo? De filosofie achter Kempo? Nou ja, er zijn vele filosofieën natuurlijk. De eerste filosofie is gewoon gezond blijven. Het dynamisch bewegen met het lichaam. En dat is eigenlijk misschien wel makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak zie je bij sporten dat techniek uit alleen een armbeweging bestaat, of in ieder geval geconcentreerd is op armbeweging. Wij proberen het hele lichaam ermee te nemen. Dus een techniek, zoals een soto oeke of een oesje oeke, ze kennen ook wel een karate of een stoot, die begint vaak al bij de benen. Ja. En dan gaat een soort golf van energie door je hele lichaam naar uiteindelijk die stoot. En dat zie je in heel veel technieken terug. En dat is eigenlijk zeg maar, het belangrijkste van Shaolin Kempo. Het dynamisch bewegen, het gebruiken van je chi en je lichaamsdynamiek in de techniek. Ja. Ik zie heel veel technieken uit karate. Kun je iets vertellen over de oorsprong van Kempo? Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Dat is een simpele vraag. Hou makkelijk dan, zou ik zeggen. Een ingewikkeld antwoord, ja. Oorspronkelijk komt de sport uit China. Shaolin Tempel is de tempel waar het oorspronkelijk begonnen zou moeten zijn. En het is overgewaaid naar Indonesië. En in Indonesië, daar is met de Kneelmilitairen in de jaren 50 naar Nederland gekomen. Er zitten heel veel Pencak Silat invloeden in, Chinese invloeden. Maar toen zij hier begonnen, het zijn een aantal Indonesiërs geweest, hebben ze aansluiting gezocht bij de Karatebond. En toen hebben ze ook karate invloeden toegelaten, zeg maar. En dat is een beetje waar je ook ziet dat we de namen ook, Japanse namen gebruiken. Ja. En ook de oefeningen. Ja, hebben aangepast. Maar ik denk dat wel eens je nog grote verschillen ziet. Kan ontdekken. Ja. Wat is jouw favoriete techniek of combinatie? Mijn favoriete techniek en combinatie? Goed. Shikute oeken. En met daarna een aanval met de armen. Ja. Dus het opentrappen van de verdediging. En van de tegenstander. Dus doen we nog ineens een aanval te komen. Iemand staat klaar met zijn verdediging, en die trapt hem open en daarna geef je een serie stoten. Wat wil jij nog bereiken? Nou, uiteindelijk wil ik, net zoals mijn leraar, vierde dan halen. En dat voor mijn 40ste. Ik heb nu 2e dan. Dus ik heb een plannetje gemaakt dat ik om de 2 jaar nu ongeveer examen ga doen. En dan moet ik het kunnen redden. Ja. Nou, ik zou zeggen, als je de 1000ste draak opgeleid hebt, dan neem dan weer even in ieder geval contact met ons op. Leuk, doe ik. Ja. Tot over 40 jaar.